Het is weer tijd voor interlandvoetbal vandaag. Welkom, dames en heren. We maken ons op voor de wedstrijd Engeland tegen Panama. Het WK voetbal is een van de grootste tv-evenementen ter wereld. Bij het vorige WK keken er meer dan 3 miljard mensen. Ja, en naar de finale kijken zo'n miljard mensen kun je niet voorstellen. Al kun je dat beter maar niet bij stilstaan als je op het veld loopt. Nummer 18, Ashley Young. Nummer 8, Jordan Henderson. Nummer 20, Dele Alli. Nummer 10, Raheem Sterling. En nummer 9, Harry Kane. Het Nizhny Novgorod Stadium is op een mooie plek in de Russische stad Nizhny Novgorod gebouwd. Even, heet het daarom ook het Nizhny Novgorod Stadium, omdat het in Nizhny Novgorod is gebouwd? Zeker weten, Juri. Dit zijn de 11 spelers die vandaag ten strijde trekken voor Engeland. Het gevaar moet voorin komen van twee spelers. Wat verwacht jij eigenlijk? Ik denk dat ze spelen met een aanspeelpunt en een tweede spits in een vrije rol eromheen. De vraag is of de backs en de drie middenvelders voldoende initiatief durven te nemen om die voorhoede spelers te bedienen. Thank you. Enjoy the game. We kijken naar de 11 Panamese namen die vandaag gaan strijden voor hun vaderland. Beide teams gaan spelen met één diepe spits. Dat lijkt weinig aanvallend voetbal, Juri. Nou, weet je wat volgens mij nog erger is, Evert? Geen 4-5-1, maar 5-4-1. Vijf verdedigers en vier middenvelders. Maar goed, laten we niet te negatief doen en hopen op een mooie wedstrijd. Dat het nationale team van Engeland vaak niet zo goed presteert op de grote toernooi heeft misschien ook een beetje te maken met de zware competitie. Er is immers geen winterstop. En in juli zijn alle spelers dodelijk vermoeid. Dat klopt even, maar de beste spelers in de Premier League zijn buitenlandse spelers. En door de bank genomen geen Engelsen. En daar heeft het nationale elftal ook onder te lijden. Uithalen zou ik zeggen. Hij gaat voor een geplaatst schot en zo gek is dat nog niet. Wat heeft, de bal gaat maar net naast. Mooi getrapt hoor, die bal. Ja, die poging had een beter lot verdiend. Kyle Walker. En daar gaat Engeland weer naar voren. Rodriguez. Net als in Nederland zijn in Engeland de verwachtingen ook altijd hoog gespannen voor de grote toernooien. Soms denk ik wel eens dat daardoor de druk op de spelers op voorbaat veel te hoog is. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Dat leek toch nergens op. Ik denk dat de volgende vrije trap door iemand anders wordt opgeëist. Ja, heel erg slecht genomen inderdaad. Die poging miste alle richting. Engeland probeert een aanval op te zetten. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Ellie. Sterling. Vrije kant voor Kane. De keep. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten.
Nu zal de tegenstander moeten komen, Evert. Prima goal, goed gedaan. Nou, de verdediging ziet er daar niet best uit. Ze hadden geen idee waar ze de bal moesten zoeken. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. En er wordt afgetrapt en Engeland staat nu voor. Rodriguez. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er gewoon doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Uitstekend gezien. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Ze scoren opnieuw. En een verdediger die scoort. Ja, maar toch zie je het wel vaker dat verdedigers ook scoren. En zeker als ze de opdracht van de coach krijgen om veel mee naar voren te komen. Gabriel Gomez. Perez. Gaat dit hem worden? Lekker geraakt. Ja, natuurlijk. Gewoon proberen. Wat een geweldig doelpunt. Ja, een fantastisch schot. Die speler laat de keeper volstrekt kansloos. Een schitterend doelpunt, daar kun je geen genoeg van krijgen. Dat was een prachtig afstandsschot. Wat een schitterend schot van grote afstand. Dat zien we graag, een mooi schot van grote afstand. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Kane heeft de bal nog steeds aan de voet. Kane met een sterke beweging en de verdediger is daar niet tegen opgewassen. Dat was een heel belangrijke tackle. Aanval in de kiem gesmoord. Perez. Bal is uit, ze mogen ingooien. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? En hij is de bal kwijt. Gabriel Gomez. Perez. Wat een ruimte voor Ellie aan de zijkant.
Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Kane. Bal kwijt, eens kijken. De scheids heeft het gezien. Oh, dit kan een kans worden. Ellie. Sterling. Kieran Trippier. Voordeel voor Engeland. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Delle. Alweer eentje. De tegenstander kan wel door de grond zakken. Schitterende kopbal. Tja, geweldig. Die hou je niet tegen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Gabriel Gomez. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Komt hier een kans aan? Het gevaar wordt afgeslagen. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. De paas lijkt goed te zijn. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Wat een heerlijke trap was dat. Ja, geweldig gevoel voor timing ook. Mooie volley. Nog een goal. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen. Als ze het nou nog uit handen geven, Evert. De goal vanuit een andere hoek. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Gabriel Gomez. Jordan Henderson. Kieran Trippier. Kane. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Vier minuten extra tijd maar liefst. Nee, die bal gaat er natuurlijk nooit in, zo'n afstandsschot. De bal rolt zo naar de keeper. Die paas wat onderschept. Maakt zich wellicht. Die wordt weggestuurd. De bal komt in het strafschopgebied. Die bal is voor de keeper. De keeper wordt onder druk gezet. Einde van de eerste helft bij een stand van maar liefst 5-0. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. De tweede helft is begonnen. Ze hebben al een stevige voorsprong opgebouwd. En de vraag is dan ook, gaan ze die uitbouwen of juist meer verdedigend spelen? Ellie. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ja, je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. PRS. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag.
Hij verspeelt het balbezit. Levensgevaarlijk zo vlak voor het doel. Hij is een goed aanspeelpunt op de helft van de tegenstander. Dat geeft de rest van het team de gelegenheid om bij te sluiten. Zo boek je natuurlijk wel treinwinst. En daar gaat Engeland weer naar voren. Hij doet het. En nog een doelpunt. Die speler is zo ontzettend balvast en dat weet die verdediger nu ook. Die had niets in te brengen. Het is af en toe een balkunstenaar, ja. Geweldig om te zien. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Jury. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vonden zij ook. Maar toch moet hij plaatsmaken voor een teamgenoot. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Die drijft de bal op. Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Stones. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Diaz. Hij weet die paas te onderscheppen. Engeland probeert een aanval op te zetten. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Krijgt steun. Bal in het strafschopgebied. Zo, ik telde hem eigenlijk al, maar die kopbal verdwijnt net naast het doel. Niet verkeerd ingekopt, het scheelt niks. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Jury? Ja, het was toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Kane. We gaan ons opmaken voor de corner. Er komt de verse kracht in. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Wat wordt er slordig omgesprongen met de kansen, Jury. Die keeper wordt niet eens op de proef gesteld. Nee, van deze afstand moet je natuurlijk gewoon scoren. De doelman hoefde zich niet eens in te spannen. Ja, dit was echt een doelpoging. Kane, niet schieten is altijd mis. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Goeie tackle. Die is doorgebroken. Hij is er doorheen. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Hij verliest de bal. Rose. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Kijk nou. Doelpunt en is de inhaalrace begonnen, Jury. Nou ja, dan moeten ze ineens wel heel erg op schot raken. Ik zie het niet gebeuren. Mooi doelpunt, Jury, maar toch een beetje een verrassing. Want deze doelman speelt een uitstekende wedstrijd. En ik had echt niet gedacht dat die bal erin zou gaan. Nee, misschien toch even zijn concentratie kwijt. Nou, ik hoop dat het verder geen gevolg heeft voor zijn zelfvertrouwen.
Ellie. Sterling. Oh, dit kan een kans worden. Hij gaat binnen door het Sterling. Dus kijken wat hij met de hoekschop gaat doen. Substitution for England. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Diepe corner. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ja! Hij had er al één op zijn naam staan en maakt er nu nog één. Laten we die goal nog maar eens bekijken. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. De fans kwamen met de verwachting dat ze zouden winnen en ze zijn zeker niet teleurgesteld. Inderdaad, het was een makkelijke partij voor de thuisploeg. Dat is goed te zien op het scorebord. Uitkijken geblazen. Wat gaat die keeper nou doen? Die moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. Mogelijk een goede kans hier. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Hij drijft de bal op. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Diaz, er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Nog 2 minuten te gaan. Stuit op de verdediging. Doorgekopt naar een ploeggenoot. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. Gabriel Gomez. Ja, hij komt. Dat lijkt een prima steekpaas. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Ze doen iets terug. Maar is het wat laat, Jori? Ja, het lijkt een kansloze missie. Ze redden de eer, maar meer zal het niet zijn. Hier passeert de verdediger de eigen keeper. Ja, die speler kan er weinig aan doen. Die staat daar toevallig. Volgende keer beter. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Ellie. De scheidsrechter fluit voor het einde van dit duel. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt, hè? Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag de zege heeft opgeleverd.